Welkom. Ik zie Evi en Bianca en Carolientje en Maaike. Welkom. Ik ben er weer. En we gaan zo meteen de 100 Baby Challenge spelen. Bianca. Al 13 maanden een pulsie. Kimpul molenbril, kimpul groet, kimpul pan, kimpul vlag, kimpul hart, kimpul molenbril, kimpul groet, kimpul pan, kimpul vlag. 13 maanden, Bianca. Oh, welk vlaggetje wil je? Mag je een vlaggetje schrijven? Ik vrees er een beetje voor dat ik vandaag veel vlaggetjes moet schrijven. Want ik zag dat sommige mensen hun subjes op automatisch verlengen hebben staan. En dat er afgelopen week een paar verlengd zijn. Dus het zou me niks verbazen als al die mensen vandaag binnen gaan komen en denken, oh, ik ga mijn subje vieren. Ja, geel. Waarom vraag ik het nog? Ja, 13 maanden. Het gaat echt snel. Ik ben gewoon al 13 maanden aan het streamen. Op Twitch dan. Want ik heb natuurlijk ook 7 maanden op YouTube gestreamd. Maar het vlaggetje van Bianca. Die gaan we erbij steken. Oh, de enige geel. Kijk eens aan. Oké, er moet echt nieuwe oase in. Want ik steek hem erin en dan valt er meteen weer uit. Ook alweer 13 maanden een pulsie. Apenstaartje, Bianca 80 en ik loop een eindelijk gelijk. Kimpul, hart, kimpul, molenbril, kimpul, groet, kimpul van... Ja, ik dacht, oh, we zijn klaar met het vlaggetje schrijven. Hup, daar komt de volgende. Nou, Annette, welke kleur wil jij? Dankjewel voor je subje, ook 13 maanden. Jeetje, timing ook echt, ja, roze. Ik zat er al naar te kijken, het gaat waarschijnlijk roze worden. Meike is even bezig in het huis, succes erbij. En 13 natuurlijk, ik zat te kijken hoe lang, maar 13. Lady, lazy lady. Met een 13. Dat lopen wij wel vaker, hè? Heel knap van jullie. Echt. Echt heel knap. Allemaal vlaggetjes. Ik vind het nog steeds zo'n leuk iets. Oké, is het nu klaar? Dan komt er nog een verrassing binnen van iemand. Normaal gesproken, als ik de... Alweer 7 maanden. Mijn mond houden voortaan. Dankjewel, goud. 7 maanden. Nou, uitroepteken vlag. Welke kleur wil jij? En er is een high train gestart. Goud wil geel. Lijkt me. Oh, yeah. Oké. Er komt een vadertje op het lijstje erbij. Bianca, ik was deze sound helemaal vergeten. Dat is toch perfect? Weet je wat het stomme is? Miss Divi, die is dus ook de 100 Baby Challenge aan het doen. Daar heb ik toen een paar streams geleden een vadertje voor gemaakt. Even een SSO naar Miss Divi. En zij heeft dus de beloning katertje, wat eigenlijk hetzelfde is als vadertje. En toen zei ik, oh, dan moet je dat deuntje nemen. Streamlabs heeft het eruit gehaald. Dus ik heb nu nog die, oh yeah. Maar als ik die weghaal, ben ik het geluidje gewoon kwijt. Ze hebben hem eruit gehaald. Je kan er gewoon, als je nu denkt, oh, ik ga ook streamen, ik ga ook beloning instellen, kan je gewoon niet meer aan die, oh yeah, komen. Streamlabs, waarom? Het is perfect. Zo flauw van Streamlabs. Oké, hier is het vlaggetje van goud met een 7. Dankjewel voor je subje. Ja, echt flauw. Dit is gewoon dus... Ik weet nog toen ik begon met die beloning. Ik had natuurlijk praatjesmakers, een verkleedpartijtje, nog een aantal. Maar ik weet dat toen ik ermee begon met die beloningen en ik ging die geluidjes af, dat ik echt dacht, eeuw, wat moet ik met deze? En toen bedacht ik later, toen ik natuurlijk de computer bij elkaar had gespaard en 100 Baby Challenge ging doen en de beloning ging instellen, dat ik dacht, oh, hij is eigenlijk heel erg perfect voor vadertje. Dus ik ben blij dat ik op tijd hem nog heb kunnen claimen. Maar ja, nieuwe mensen, jammer. Oké, voordat we de vader van Bianca gaan downloaden, wil ik jullie eerst nog even de burenchallenge laten zien. Ik heb voor Jill natuurlijk ben ik begonnen met de burenbouwchallenge. En normaal gesproken vind ik het altijd leuk om die bouwchallenges dan op stream te doen. En dus ook op stream af te maken. De deadline was afgelopen weekend. En ik was natuurlijk ziek. En ik ga niet met mijn misselijke hoofdpijnhoofd achter een webcam zitten. Dus ik heb het off stream afgemaakt. Maar ik vind het wel heel leuk om toch nog even te laten zien. Dus ik ga nog even laten zien wat ik ervan gemaakt heb. Het aanrecht is uiteraard weer verdwenen, zie ik nu. Bianca zegt dus alleen best lang geleden dat ik een vadertje heb gemaakt. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar je kunt het wel via mijn naam op de galerij vinden. Nou, je bent er. Dus je kan me helpen dan zometeen. Toeren duurt niet zo lang. Oké. Okay. Oh, er is nog een stuk aanrecht verdwenen. God, het spookt hier steeds meer. Spookhuis. Oké, okay, nou de benedenverdieping, die kenden jullie deels natuurlijk al. Hè? Want we hadden in de eerste stream hebben we toen die keuken onder andere gemaakt. Nou, er is hier dus een barkruk verdwenen. Oh, en al een jaar. Kimpul groet, kimpul hart, kimpul groet, kimpul hart, kimpul groet, kimpul hart, kimpul groet.
Dankjewel, Rosie. En jouw timing. De Hard Train is nu, heeft level 1 gehaald. Dus jullie krijgen sowieso allemaal een niveau 1 emote. Als je hem niet al hebt. Blauw, Rosie. Jij wel blauw, hè? Voordat ik het weer gevraagd. Ja, dat echt. Altijd met mijn spel is alleen maar spook. Het spookt alleen maar. Elke keer verdwijnt er iets. Dat is niet te geloven. Welkom bij de 1 jaar Pulsies, Rosie. Ja, samen met Annette en Bianca. Zijn jullie er volgens mij de enige 3? Denk ik. De hardcore Pulsies. De harde kern. Jouw vlaggetje. Rosie, Rosie. Met een 12. Daar zit je. Dankjewel voor je subje. Tijd vliegt echt. Voor jou ook, hè. Even, ook even een special shout-out naar Rosie. Ze heeft vorige week haar 1 jaar jubileum gehaald op Twitch. Twitch Nederland dan. Want ze heeft natuurlijk ook een Engelstalig kanaal. Daar streamen ze al heel lang op. Maar de 1 jaar jubileum in Twitch Nederland was op Koningsdag. En dat hebben ze afgelopen weekend gevierd. Dus dat kan je nog terugkijken op haar kanaal. En de laatste stream ging over Just Chatting. Ik hoor dat we de harde kern zijn, Rosie, Bianca. Wanneer gaan we rellen? Nou, er wordt al flink gereld in mijn huis. Ik ben een barkruk kwijt en ik ben 2 stukken aanrecht kwijt. Bianca is voor. Oei, oei. Oké, nou, het huis. De keuken, die kenden jullie dus al. Dus er is een barkruk verdwenen. Er is hier een aanrecht verdwenen. Maar dit... Er stond hier een aanrecht met een magnetron. Is ook gewoon verdwenen. Wacht. Mijn bibliotheek. Oh, wacht, ik zag hem al daar. Oh, hij is hier ook verdwenen. En hier ook weer. Twee aanrechthoeken. De één barkruk en de magnetron spelen. Graag verstoppertje. Zo, dan kan die weg. En ik vind sowieso dat er iets raars aan de hand is met die Move Object Code. Want ik was dus ook bezig met, toen ik het offstream ging bouwen, was ik dus ook bezig met lampen plaatsen. En dan stond er weer, ja, een lamp kan niet bij een trap. Want ik denk, de hele reden van een Move Object Code is toch dat je het kan plaatsen waar je wil. En nog heeft het spel kritiek. Maar oké, dus feedback voor Jill. Oké, nou ja, hier stond dus zo'n hoekje en een magnetron erop. En hier stond dus zo'n hoekje. En hier stond dus nog zo'n barkruk hiernaast. Dus die zijn verdwenen, maar voor de rest lijkt de keuken aardig intact. De woonkamer kenden jullie al. Die we hier hebben. Nou heb ik natuurlijk de tuin heb ik aangewerkt. Dus ik was een beetje aan het nadenken, wat wil ik? En toen ben ik zeg maar hier bij buiten gaan kijken. En ik zag... Deze ruimte waarbij dus een stukje op een plateau is. En toen dacht ik, oh, dat vind ik leuk om na te maken. Dus ik heb een laminaat gekozen die een beetje, een beetje beschadigd is. Annette! Esme, jij mag ook een vlaggetje kiezen. Is Esme in de chat? Oh, zo lief, Annette. Iris zegt, hebben we nog meer mensen dat de Sims ineens afsluit zonder dat je dat wil? Heb jij de Team Max... Hoe heet die nou? Even kijken in mijn computer. Ik heb namelijk een mod dat je... en de Hype Train niveau... De Twisted Max, die ja. Dat je zeg maar ook de bouwcamera hebt in... Of de... Hoe heet het? Cinematic camera heb in bouwmodus. Dat wil nog wel eens een reden zijn. Sowieso wil een mod nog wel eens denken... Ja, dikke doei, ik sluit het spel af. Annette zegt, ik zei toch dat ik zou rellen? Ik heb nooit gezegd hoe. Oh, ik vind het wel lief. SME28 krijgt een vlaggetje. Dus ik typ wel even uitroepteken vlaggen in de chat. De free buildcam heeft momenteel issues. Oké, die moet geüpdate worden. Nou, voorlopig... Ik moet toch nog beginnen met een pulspandkamer. Dus ik kan voorlopig geen pulspand tourstreams doen. Dus dat scheelt. Oh, Iris heeft geen mod. Ik weet het voor de rest niet. Je kan altijd even kijken bij EA Help. Maar als Iris... als SME een kleurtje weten, dan hoor ik het wel. Dan ga ik ondertussen verder met de toeren. Maar ik had dus expres laminaat gekozen. Je ziet hier allemaal krasjes op. En het is niet meer allemaal even gaaf. Dus toen dacht ik, ja, dan lijkt het echt alsof we dit laminaat regen en sneeuw en dat soort dingen heeft doorstaan. En dan een heel laag hekje als toch een soort van drempeltje. Want je kon geen plateau doen vanwege die deur hier en vanwege dat hek hier. Dus dat was wel irritant.
Nou, barbecue erbij, lekker tafeltje waar je kan zitten. Hier wat decoratie aan de muur. En zo'n ding vind ik altijd heel leuk, maar dat gebruik ik eigenlijk heel weinig. En dan iets voor de kinderen. En dan hebben we hier een klein tuiniershoekje. En dan hebben we hier nog een plekje waar je zeg maar je was kan ophangen. En dan hebben we hier een beetje een voorraadschuur. Dus spulletjes, drie fietsen. Staat er ook eentje voor namelijk, want het is natuurlijk een gezin van vier. Maar ik heb er dan drie in de schuur gezet. En dan staat er eentje hier in de voortuin. Nou, de kabouter van Bianca. Jij was natuurlijk de enige die kabouterpret had gekocht. Dus ja, jouw kabouter staat nu gezellig de postbode op te wachten. En dit is natuurlijk... De meeste mensen zetten natuurlijk kliko's in hun achtertuin. Mijn kliko's staan ook in de achtertuin. Maar als ik bij mijn straat kijk... Een aantal mensen in mijn straat hebben ook een kliko's in de voortuin. Dus toen dacht ik, dat ga ik hier doen. Want ik wist niet zo goed wat ik er voor de rest mee kon doen. Ik wilde ook niet alles volgooien met betegels, zoals hier. Ik vond het leuk om juist iets anders te doen. Dus toen dacht ik, nou, gewoon simpel paadje. Hier wat bloemetjes, fietsje. En dan ja, wat simpeler doen. Oké, de gang hebben jullie natuurlijk ook nog niet gezien. Ik heb, ja, ik wist niet zo goed. Kijk, Jill heeft de kast helemaal daarachter neergezet. Ik heb er gewoon een muurtje in gezet en de kast iets naar voren. Want muurtjes erin zetten mocht. Nou, de wc wisten we al. Hebben we hier een staande kapstok. We hebben hier zo'n van die muurkapstokken. En ik heb hier weer het aardig gebruik. Ik vond het leuk om op meerdere plekken terug te laten komen. En ja, plantjes erbij. Leuk kamertje. Wat was je antwoord, konijn? Oké, dat is de benedenverdieping. Dan gaan we naar de eerste verdieping. Daarvan heb je natuurlijk wel de ouderlijke slaapkamer gezien. En de badkamer hebben we daarvan op stream gedaan. Ik vind het echt nog echt een leuke badkamer geworden. Terwijl het normaal dingen zijn. Ja, ik zou dit aanrecht niet zo snel in de badkamer doen. Deze tegels. Ik ben heel vaak meer van de wellnessachtige badkamers. En dan hebben we de gang. Heb ik gewoon heel simpel gelaten. Dus hier een kastje, bloemetje, schilderijtje. Hier wat schilderijtjes. Spiegel bedoel ik. Kantoortje heb ik natuurlijk ook op stream gedaan. Met boekenkast. Hier wat sportdingen voor papa. Een computer. Of voor mama kan natuurlijk ook. Of voor de tiener kan natuurlijk ook. Dus dat is het kantoortje. Nou, de kamer die we natuurlijk nog niet hebben gezien is hier een kinderkamer. Dus ik heb deze ingericht wel voor een meisje. Maar ik ben dan expres niet voor roze of voor rood of dat soort kleuren gegaan. Maar ik ben wel expres voor dit behang gegaan. Omdat dit natuurlijk wel een beetje een Animal Crossing thema heeft met die blaadjes. Dus ik denk, ik weet niet of Jill dat gaat herkennen. Maar ik vond het leuk om die dan expres nu te kiezen. En omdat hij in het groen kwam. Groen. Ben ik heel erg in dat thema doorgegaan. Dus ook groen poppenhuis, groen kleedje. Groen viool. En ja, die kast had natuurlijk al erin gezet met stream. Hier kan ze meten hoe lang ze is. Ligt hier een groen dagboekje. Sven is Stardew Valley aan het spelen. Ja, je hebt er langer moeten wachten. Geniet ervan. Maar ja, dit is dus een schattige kinderkamer. Dan gaan we naar boven. En boven heb ik het een beetje veranderd. Want bij Jill is het natuurlijk helemaal open. Zij heeft dan hier een muur neergezet voor het washok. En hier staat iets wat ze altijd in nieuwbouwhuizen stoppen. Ik heb, als je goed kijkt, heb ik zo een muur neergezet. Zodat als je boven op zolder komt, heb je nog wel een overloop. En dat de tiener toch privacy heeft. Want ik was eigenlijk van plan om het gewoon één grote tienerruimte te maken. En dit het washok. Maar toen dacht ik, ja, die tiener gaat het echt niet leuk vinden. Als die moeder onverwachts naar boven komt om de was te doen. Of die vader onverwachts naar boven komt om de was te doen. Dus die wil toch wel wat privacy. Maar ja, hier hebben we het washok. Dus die ene kast van sneeuwpret staat hier. Weer dat aanrecht wat ik terug heb laten komen. Wasmachine en droger. Wat spulletjes en zo. En dan hebben we hier dus... Nou ja, hier is dus de overloop. Hangt wat kunst. Zo'n schatkist neergezet. Ik vind dat wel grappig, want mijn moeder had... Nou, het was nog niet echt een schatkist, maar echt wel een hele houten kist. Twee washokken. Ik heb geen twee washokken. Dit is het washok. Dit is die van Jill. Dit zijn de buren. Dit is mijn kant. Dit is zeg maar de scheidingsmuur. maar mijn moeder heeft op zolder zo'n
houten kist staan waar ze dus allemaal lakens en zo in had staan. Dus toen ik die zag, dacht ik, oh, dat is wel leuk om daar neer te zetten. Ik heb hier een plankje met wat fotodingetjes, dus dan heeft die familie ook nog een hobby. Nou, en hier gewoon een random kast met spulletjes erop en ernaast. En hier nog een random kast met wat lakens en zo. En dan komen we in de tienerkamer, ook groen. Met een bed en een kastje en zo. En dan hebben we hier dezelfde kast die ze ook de ouders en de dochter hebben. Spiegeltje, leuke slipperlampjes erboven. En ik vond het wel leuk om deze streamer of deze tiener dan de streamershobby te geven. Dus deze kant van de kamer is echt zo'n streamerskamer. Dit zou van alles kunnen zijn. Kan gewoon versiering zijn, maar het kan natuurlijk ook van die special effect lampjes zijn. Hier een kast met waar of kleding of spelletjes in zou kunnen zitten. En Famke, dankjewel voor het volgen. Welkom. Is het Famke of is het Femke? Want je hebt ook altijd Femke Louise en dan schrijf je ook Famke. nou ja, dit vond ik er heel technisch uitzien. Dus wie weet is het wel een streamer die iets doet met special effects of zo. Vond ik leuk. En dan natuurlijk iets op de achtergrond. Want je wil als streamer... Ja, ik heb dan natuurlijk niet een hele hippe streamersachtergrond. Het is gewoon mijn woonkamer. In de toekomst komt er wel een nieuwe layout. En dan ga je meer van de andere kant van de woonkamer zien. Dus dan ziet het... Want nu kijk je een beetje zo tegen de zijkant van de tv aan. Of soms zelfs tegen de achterkant van de tv. Dat je al die kabels ziet hangen en zo. Dus dat is niet zo mooi. Maar daar ben ik nog mee bezig. Dus dat komt in de toekomst. Maar ik vond het wel leuk om deze streamer dan wel een hippe achtergrond te geven. Dus die heeft hier een mooie gamersdoek hangen en een of andere schietgewal ding. Dus mooie groene gamerskamer. En wat een dingetje is, ik weet niet meer of je ramen mocht plaatsen of niet. Volgens mij mocht je geen ramen plaatsen. Maar ja, je gaat een tiener ook niet opsluiten in een kamer zonder ramen. In ieder geval, het lijkt me heel gek voor slaapkamer. Dus ik heb gewoon gedaan alsof er ramen zijn. Dus hier gewoon rolgordijn opgehangen. En je ziet wel een randje, maar dat is dus gewoon een spiegel. Maar dat... Oh, jou wil ik niet. Maar dat het wel het effect geeft dat er zogenaamd een raam achter zit. En aan deze kant heb ik gewoon die hele grote gordijnen aan allebei de kant gedaan. Dus hier zouden ook zogenaamd ramen achter kunnen zitten. Dus wel de illusie geven dat er ramen in de kamer zitten, maar ze zitten er eigenlijk niet. Dus dat is mijn inzending voor de challenge van Jill. Hoi Miss Divi, welkom. Dus ik ben benieuwd wat ze daarvan van gaat vinden. En dan was dat het bouwgedeelte. Dan gaan we nu naar de hondenbaby challenge. Oké, spel laden. Zo. En dan gaan we... Zo. Oké, Bianca heeft vadertje gekocht. Je hebt niks ingevuld. Wat is je origin ID, Bianca? Is het Bianca 80? Je moest ook je origin ID invullen. Ik vermoed het... Nee? Oh, yeah. Bianca 80. Is het deze? Ik zie hier, ja, ik zie het al. Hashtag moeder aarde, hashtag kimpuls van de 100 baby challenge. Oké, dit is... Kan ik dit kopiëren? Teun Anka B. Zo. Hey, Zinet, welkom. Stamboom. Waar... Oh, hallo. Waar zou die willen wonen, Bianca? Teun Anka B van Bianca 80. Zet eronder mijn favorieten. Zo. Oh, moet je even vernieuwen, Miss Diebe. Dat komt door de modpaneel. Het is een ding met modpaneel. Als er soms iets is, die update niet automatisch mee. Dus even de pagina vernieuwen en dan pakt hij hem. Dan gaan we hem downloaden. Oh, je zit op telefoon. Oh, misschien even sluiten en opnieuw openen. Ik weet het niet. nou, Bianca, waar? In de stad. Nog voorkeur voor een wijk. Want we hebben de oranje wijk, de paarse wijk, de blauwe wijk of de sifoon wijk.
Ik vind hem wel heel leuk eruit zien. Helemaal romantisch gekleed met dat pakje. Ik weet trouwens niet wanneer ik hem ga gebruiken. Want op dit moment staat er één vadertje voor je. Dat is die that's van... Right. That's right. Jee, hij doet het. Jee, hij doet het. Gaan we zo vieren. Even kijken. We hebben deze. En... Zullen we gewoon even cheaten? Stop hem even in een goed huis. The Sims cheats. Gratis huis. Ga er maar wonen. Ja. Oké. Dat is vadertje 1. Ik zet hem meteen even bij San Myshuno. Voor nu. Oh. Even de stamboom bijwerken. Oké, en dan komt Pistibi. Dan ga ik eerst je vlaggetje schrijven. Dan moet ik weer terug naar mijn streammapje. Zo. Welke kleur wil jij, Pistibi? Roze, denk ik. Ik denk dat Pistibi een roze wil. Ja, roze. Zie, ik ga het wel leren. Ooit op een dag. En 6 maanden. Hier is... jouw vlaggetje. Woep woep. En die steken we er ook bij. Daar zit je erbij. Dankjewel voor je soepje. Dankjewel. Oké. Nou, we gaan meteen. Ik ga even de tickets van Bianca accepteren. Zo. En Miss Divi zegt. Mijn vadertje heet Madour. En jouw gebruikersnaam is Miss Divi. En op dit moment is er één wachtende vadertje voor Bianca. Want dat is die van Meepucky Games. Op dit moment zit het huishouden vol. Dus zodra er een kind de deur uit is, dan gaan we naar die van Meepucky Games. En dan is Bianca aan de beurt. En dan is Miss Divi aan de beurt. Oh, kijk. Miss Divi is wel lief geweest voor mij. Jongens, kijk eens wat ik naar Miss Divi heb opgestuurd. Niet mijn schuld. Oh, sorry. Dit is wat ik naar Miss Divi heb opgestuurd. Maar niet mijn schuld. Want ik vroeg dus aan de chat. Gaan we lief zijn voor Miss Divi? Gaan we niet lief zijn? Of gaan we een beetje lief zijn? En toen was de poll dus niet lief. En toen is dit eruit gekomen. Dus Heinz, foei tafelpoot. Heb ik naar haar gestuurd. En wat ik van haar krijg is veel liever. Kijk. Dit is toch een knappe man. Nou, hup, favorieten. Waar mag je wonen? Welke stad? Welke wereldstad wil je hem hebben? San Myshuno of ergens anders? Rosie, damn. Dat is een goeie. Brindleton Bay. Dat is wel dichtbij. Je bent er lief voor. Even kijken. We hebben geen huis meer vrij. Hier wonen allemaal jonge mensen. Hier woont één iemand. Hier woont één iemand met katten. Is er niemand ergens bejaard? We stoppen je wel daarbij. Zo. Oh, wacht. Wacht, wacht. Ik vergeet wat. Ik moet wel even de naam opschrijven natuurlijk. Zo. Hij moet wel in de lijst, anders ga ik het vergeten. Hij heet Jaden. Jaden Madour. Van Miss Divi. En hij woont in Brindleton Bay. Oké. Zo, heb ik dat bijgewerkt. Ja, ga er maar bij. Heeft hij een huisgenoot? Dat was ook een vadertje. 2 vadertjes bij elkaar. We zijn meteen in de goede wereld. Dus ik kan meteen hier starten. Dan mis die weer. Ik wil knappe baby's. wie weet koop ik gewoon nog een keer de beloning bij jou, Miss Divi. Dan kan ik wel misschien een leukere sim insturen. Oké, hoe gaat het met iedereen? Want het is al een tijd geleden dat ik hier gespeeld heb. Even play, want dan gaan natuurlijk sommigen slapen die aan het slapen waren. Oké, deze hier is wakker. Ga jij maar dat doen. En het is wel middernacht. Deze hier is wakker. Deze hier is wakker. Ze zijn allemaal ongemakkelijk door het afval. En de peuter heeft honger. Oei. Daar moeten we wel even wat voor doen. Even openmaken.
Even een bordje eruit trekken. Zo. Peuter. Nee, niet erin spelen. Jij mag een portie pakken. Zo. Kunnen ze straks samen langskomen? Nee, dat vadertje is al geweest. Volgens mij was dat het vadertje van Pinky. Als jij dan dat even opruimt. Goed zo. En opbergen. Gaan we weer met jou. Weggooien. Gooi dat in de prullenbak. Niet ergens anders. Oh, om de kinderen te bezoeken. Ja, dat is juist irritant. Dat kan ik jou vast vertellen. Nee, die zijn niet uit huis. Die van... Even kijken hoor. Moet ik even op de lijst weer kijken. Op de stamboom. Binky heeft Burg als kind. Burg Haemstede. Dus dit is het kind van dat vadertje waar jouw Sim bij woont. Deze knul hier. Oeh, heb ze sproetjes geërfd van de moeder. Dat is leuk. Jij bent lekker bezig. Even kijken. Of ja, voor de rest is alles prima. Heb je je huiswerk klaar? Nee, ga dat dan doen. Zo, dat erin. Nee, erin, niet eronder. Erin, ja. Rosie zegt, ik vind het al druk in huis met drie kinderen. Bedoel je in de Sims of bedoel je in het echt? Want in jouw geval, met dat specifieke aantal, weet ik niet wat je bedoelt. Nee, in het echt. Zo, oh, ik zie hier dat er weer drie dingen stuk zijn gewoon. Oh, oh, oh. Wat ga jij doen? Jij gaat met de peuter kletsen, maar jij moet ook plassen, dus ga maar plassen. En heb jij je huiswerk klaar? Jij hebt je huiswerk wel klaar. Nou, ga dan maar slapen, want jouw energie is halverwege en het is 2 uur 's nachts. Wat gaat die peuter nu doen? Die stinkt. Ik weet niet wat je wil gaan doen, maar misschien kunnen we even aan jouw vaardigheden werken. Want beweging is goed, die staat op 3, communicatie staat op 3. Maar denken, fantasie en potje staat laag, denken is het laagst. Dus we gaan wel met de blokken, dat kan niet. Waar is die tablet? Heb je die in je zak? Ja. Hier, ga dan maar daar met de blokken spelen. Ja, in de Sims ligt het echt aan de leeftijd. En die peuters zijn denk ik het intensiefst om mee te spelen. En de tieners zijn het makkelijkst, want die kunnen ook koken en zo. Nou, het gaat best goed nu zo. Die slaapt, die is aan het spelen. Die is lekker met huiswerk bezig. Wat ga je nu doen? Nee, hij is zijn huiswerk aan het maken. Jij gaat op de tablet. Je gaat je broer niet afleiden. Het huiswerk is af. Heel goed. Zit er iets van jou bij hier? Project assisteren. Opnieuw beginnen. Arm. Oh, zo sneu. Even kijken, Miss Divi zegt... Kinderen en tieners zorgen ook best goed voor zichzelf... als ze alles hebben wat ze nodig hebben. Waarom is de douche nou weer stuk? Nee, niet daar in de badkamer gaan spelen. Jij bent ook moe. Is er nog een bed vrij? Hier is nog een bed vrij. Ga daar maar slapen. Ja, alles hebben wat ze nodig hebben... is hier nog een beetje een dingetje. Maar, ja... Die moeder is nu voor het eerst niet zwanger, hè? Want er is geen ruimte meer in huis voor een zwangerschap. Kijk, goed zo, niveau 2. Lekker bezig. Dus die moeder heeft nu gewoon meer energie over om dus onder andere de buurt lekker te gaan doorzoeken en zo. Normaal was het altijd als ik met die zwangere buik door de wijk heen ging. Dan ergens halverwege, dan zat die blaas al vol. Moet alleen wel opletten met dingen repareren dan. Want ja, van de douche gaat ze niet dood. Maar de koelkast is ook al een keer stuk geweest. En als je dan zwanger bent, ga je niet dood. Sneeuwt het nou? Het sneeuwt. Ja, meer stapelbedden. Maar even kijken hoor. We hebben 1, 2, 3, 4, 5. Voor 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Nee, dit is een peuter. 6. Ik kwam eigenlijk 1 bed tekort. Wat ben je nu aan het doen?
zorgvuldig werken. Ik zie dat je net misschien wel koud hebt. Nee. Oh, hij is geconcentreerd. Wat goed bezig. Maar hij is gewoon blij vanwege de sneeuw. Oké. Okay. Nou, weet je, moeders, kom jij maar uit bed. Kom dat ding maar repareren. Kijk, Annette zegt voor nog een stapelbed sparen, dan kan iedereen eindelijk slapen. Denemarken heeft al niveau 6. Heerlijk. Peutertje gaat ook lekker. Misschien kan ik die ook zo op een potje zetten. Jelle is echt dik in de prut. Maar we hebben en geen wasbak en geen bad. Dus die peuter moet maar even aan de bak om zijn niveaus hoger te krijgen. Dan kunnen we gewoon opgroeien en dan kan die onder de douche. Ja. Die mag je weggooien. Hebben we nog heel veel klikjes? Oh nee, niet een klikje pakken. Ik wil eigenlijk even kijken wat er allemaal in ligt. Dus we gaan hem even openen. Hier hebben we er nog 5 van over. Hier hebben we er nog 2. 5, 6. Ja, weet je, ze voelt zich nu goed. Ik maak wel wat. Of wel kunnen kindje wat bakken. Dat vind ik ook wel leuk. Suikerkoekjes. Niet heel erg verstandig voor die kinderen, maar maakt niet uit. Dus een keer wat gebakken wordt is ook leuk. En weer zit die prullenbak vol. Oké, jij die zo zorgvuldig aan het werken is, je mag nu even gaan slapen. Denemarken heeft niveau 6. Dat is inderdaad een hele gekke zin om zo te zeggen. Ja, anders stuiteren de kinderen straks. Maar al die kinderen gaan toch naar de scouting. Dus doei! Lekker met je energie rondjes rennen in het bos. En die moeder leert weer een nieuwe vaardigheid. Ook leuk om die moeder ook nog een beetje te laten ontwikkelen. Ja, het enige wat nu het vervelende is met die peuter is dat die stinkt. Voor de rest is alles gewoon goed. Hoe is het nou serieus net winter? Wat stond er nou? Huidige weer zonsneeuw. Ik heb nog nooit van de term zonsneeuw gehoord. Het is zeker... Ja, we zitten nu in de winterse week, dus het wordt veel sneeuw. Ja, ga maar lekker zitten. Oh, dat is wel kak, want dan gaat die moeder bepaalde dingen misschien niet kunnen vinden. Ik weet het niet. Ja, ga je die maar even doen. En een portie pakken. Zo. Oh, nee! Nee! Die moeder is heel spils. Die moet nu niet doodgaan, hè? Want anders gaan we niet echt lekker. De bedoeling van 100 baby challenge is dus om zo snel mogelijk 100 baby's te halen. En dan is de bedoeling dus niet zo snel mogelijk in tijd of zo. Dat je zegt, nou, ik ben 2 jaar bezig of ik ben 3 jaar bezig. Maar dus in zo min mogelijk generaties. Als die moeder nu doodgaat, dan is meteen, bam, generatie 1 al verprutst. Dan heb ik al meteen 1 generatie verspild voor maar 7 kinderen. We hebben gelukkig wel... even kijken hoor, want Aalst is een meisje. Volgens mij was... Wacht, ik kijk wel op de stamboom. Denemarken is het jongste meisje. Dus dan moeten we eerst wachten tot het Denemarken jongvolwassen is. En die moet het dan overnemen. Oké, kunnen we je een bedachtzame douche? Misschien word je daar bedachtzaam van, geconcentreerd van. In plaats van... oh, babyheld. Oh, arme jij. Ga dan maar in. Er is geen ander bed over. Pak dan maar een klikje. Ga maar eten. Super efficiënte babyverzorging. Er wordt hier nog één wakker. Jij mag ook een klikje pakken. Moeders gaat er al heen. Ga jij maar dan gewoon een klikje pakken. Ligt het aan mij of zijn die heupen? Zijn die heupen altijd zo breed in deze jurk? Of is ze gewoon aangekomen door al die zwangerschappen? Kent ze trouwens het vadertje van... hoi Brit. Meepukkie al. Even kijken, hoe heet die vent? Pulse Kim Unicorn Kip. Nee, die kent ze nog niet. Dus die kunnen misschien binnenkort ook wel even opzoeken. En dan kan ze daar alvast een band mee... mee maken. Misschien als die kinderen naar school zijn of zo.
Ja, die heupen worden langzaam breder, hè, inderdaad, bij de 100 Baby Challenge. Ik vind het toch wel meevallen met 7 zwangerschappen. Ik had er al vanaf het begin af aan niet super slank gemaakt. Maar ik vind het echt nog wel meevallen. Dat ze heeft 7 kinderen gebaard. Dus er is niet heel veel bijgekomen. Oh, ze heeft het koud. Oei, oei. Al die kinderen gaan letten. Nee, weet je wat? Al die kinderen die vermaken zichzelf maar even. Pippen door de voedsel. Ga dat maar weghalen, ja. En dan mag je je daarna omkleden. Ik wil het zien. Die is voor buiten. Werk ze, Iris. En Britt, dit is een stream. Maar al mijn streams vind je ook op mijn YouTube kanaal. Dit is stream 93. En ik heb gisteren stream 54 geüpload. Dus ik loop een half jaar achter. Maar al mijn streams komen ook op YouTube. Hier, ga maar oogsten. Ga maar graven. En die graven. Daar ligt niks. Oh, ik bedenk me net dat ik dit ook met die tiener kan doen nu. Maar die tiener wil ik eigenlijk even mee aan de slag om 10 te halen voor school. Afvalvrucht. Ja, gewoon hup, oogsten. Een kikker, ja. Rosie zegt, als ik de 100 baby challenge met mijn eigen simmetje zou doen, dan blijven de heupen denk ik wel zoals ze al waren. Oh, je hebt ze al op maximaal gezet. Ja, misschien experiment, Rosie. Dan is het wel jammer. Ook wel logisch. Nee, we gaan niks bekijken. Ook wel logisch natuurlijk, maar aan de andere kant is de Sims. Je kan ook ontvoerd worden door aliens en een man kan zwanger worden. Dus waarom kunnen niet-natuurlijke haarkleuren niet genetisch worden doorgegeven? Het is nu zo dat alleen zeg maar blond, bruin, rood en zwart kan worden doorgegeven in de genen. En als je dus een andere haarkleur kiest, zoals het simmetje van Rosie heeft, dan wordt dat niet in de genen doorgegeven. Terwijl, ja, als een man zwanger kan worden, waarom is dat dan wel een issue? Op dit moment is het nog een tiny house, ja. Want ik vond het een interessante challenge om dan de 100 baby challenge niet met een startersbudget van 20.000 simoleons te beginnen, waar je meestal mee begint als je een nieuw huishouden hebt, maar met 0 simoleons en ook geen huis. Dus ze heeft letterlijk, wat ik nu aan het doen ben, ik ben nu door de wijk aan het gaan om alles op te graven wat ik vind, alle oogstdingen mee te nemen die ik vind, alle stenen uit te hakken, alle kikkers te verzamelen, zeg maar. Om zo aan mijn geld te komen. En daar hebben we dus inmiddels dit huis mee opgebouwd. Hoi Kobe, welkom. Ja! Oh, moeder moet wel een beetje snel naar huis komen dan. Oh, ben jij gaan koken? Dat is dan ook maar goed gegaan. Tiener die uit zichzelf is gaan koken. Ik wil van jou in de gaten houden. Jij bent helemaal happy. Maar je... Oh, dit is jouw huiswerk. Ja, ga het maken. Ik wil die 10. Even kijken. Wat is haar cijfer nu? Een 8. Ja, dan moeten ze die balk nog vol hebben. Dan hebben ze een 10. Want haar karakterwaarde... Deze zit al in het groen. Dus als ze een 10 heeft, dan bam. Mag ze opgroeien in het huis uit. Oh, kijk. Ook nog eens niveau 4 van communicatie. Gaat lekker met Fortaventura. Als ze heeft haar huiswerk af, dan... Mag jij verder? Is die niet van jou? Die is van jou. Hup, daar aan werken. Oh, ze heeft alles gecanceld. Jongen. Serieus? Kom eens. Je kan ze ook niet... Die Sims... Ja, ik heb inderdaad vrije wil aanstaan. Maar je moet ze echt elke keer in de gaten houden. Ook als je met een Sim naar de kroeg gaat. Je let even niet op. Hoppatee, heb ze het duurste drankje besteld. En de vlooienmarkt is in de stad. Oh, dat is misschien wel leuk. Om naartoe te gaan. Moeder heeft een tijdscapsule begonnen. En het festival van de jeugd is begonnen. Hallo, rot eens op met die telefoon. Waarom doet ze dat? Ze is toch geen... Is ze beroemd? Nee. Dus ze heeft ook niet het eigenaardigheidje dat ze de hele tijd op de telefoon wil zitten.
Oké, graven. Graven. En dan meewerken. Had je die al gehad? That's right. Mr. Chippy! Hey, lang niet geweest, wel al bijna een jaar gesubt. Tijd gaat snel. Jeetje, ja, je bent echt niet lang geweest. Maar welkom terug. En, ja, vlaggetje. Je mag een vlaggetje kiezen. 11 maanden alweer. Welkom terug, Mr. Chippy. Mr. Chippy wil een geel vlaggetje. Nou, trouwens, voor Mr. Chippy en andere mensen die op Town of Plumbop zitten. Ik weet niet of ze het gezien hebben, maar we hebben bij aankondigingen of nieuws. Miss Divi, weet jij de categorie? Een bericht gedeeld over dat Town of Plumbop binnenkort gaat verhuizen, het forum, naar een nieuw systeem. Dus dan wordt het helemaal moderner. Ja, zeg er eens wat van, Omri. Oh, ik hoor geen muziek. Dat is een beetje... Ja, het is nu nog niet geüpdate, hoor. Het komt eraan. We zijn ermee bezig. Ja, miauw. Miss Divi zegt, ik dacht aankondigen, nu twijfel ik ook. Omri wil Twitch famous worden. Hier is jouw vlaggetje. Een geel vlaggetje voor Mr. Chippy. Met een elf aan de achterkant. Geel is populair vandaag. Maar dankjewel voor je subje. Toen ik begon vandaag met streamen zaten er 0 gele vlaggetjes in. En nu zijn het er meerdere. Hij is jaloers dat er geen catcam heeft. En je een tijdje terug wel een dolcam had. Nou, ik ga wel binnenkort mijn stream layout veranderen. Want nu zie je zeg maar dat gedeelte van mijn woonkamer. En straks zie je meer... De bank meer in zijn geheel. En hij ligt vaak op de bank. Dus dan ga je hem in elke stream kunnen zien. Ja. Kijk, Omri, kom eens. Omri. Daar ben je, hallo. Laat je eens horen. Zeg eens wat. Hoe is... Oh, we gaan rollen. Jongens, showtje van Omri. Ja, laat je buik zien. Ja. Oh, terug. Echt een showkat. Nou, het is echt een uitslover. Hij komt, hij slaapt bij mij als ik... waar ben jij? Waarom zit jij weer op die scheidtelefoon? Hier. En kom daarna maar naar huis, want dit schiet echt totaal niet op. Waar is ons huis? Lekker hoor, geld verdienen met die moeder. Ja, wat ik een beetje heb gemerkt met Omri is... oh jee, er staan er een aantal sims stil. Is Omri die... ik praat wel eens tegen Omri. En als ik nu aan het streamen ben... Hij ziet jullie niet, hij hoort jullie niet. Ik zit soms ook wel eens in Discord in call. Dan ziet hij de andere personen niet. Soms hoort hij die andere persoon ook niet. Dus dan denkt hij dat ik het tegen hem heb. En dan gaat hij antwoorden. En Mr. Chippy zegt gelezen, ik ben benieuwd naar de grote verhuizing en hoe het eruit komt zien. Ja, het wordt een stuk moderner. Ik heb wel al wat dingetjes gezien, maar nog niet hoe het er definitief uit komt te zien. Dus daar wordt nog aan gewerkt. Dus ik ben heel benieuwd. En hopelijk wordt het dan ook een stuk makkelijker voor mensen. Want ik hoor regelmatig van mensen die niet zo bekend zijn met forums. Dat ze dan zeggen van ja, ik weet niet zo goed hoe het werkt. Dus ik hoop dat als dan de update er is... Tegen de tijd dat deze stream op YouTube staat, is die er al. Dus jongens, townofplumbops.com/forum. maar tegen de tijd dat de update er is, dan... deze is 125. Hoop ik dat meer mensen zullen snappen hoe het werkt. Oh, ik heb meteen een nieuwe kikker. 100! Heerlijk. Oké, jij kan weg. En jij kan ook weg. Zo. 4 capsules. Oeh, 280 euro's. Bloemetjes weg. Nog meer bloemetjes weg. Afvalding weg. Schatkaart weg. Nog eens 200 klingels. Ja. Hoeveel, wat zijn dit? Algemene verbeteringen. Ik weet niet. Het is aan de ene kant handig om te bewaren. Om uiteindelijk dingen in je huis te kunnen verbeteren. We hebben hier nog een... dingetje. Een geboorteakte. Kon even... Zei ik klingels? Nee. Simoleons, Kim. Het heet simoleons. Oh, wat stom. Oké. Mr. Chippy gaat ook even de sims spelen. Oh nee, dat ding is stuk. Ja,
Nou, die ga ik vervangen hoor. Ze is nu niet zwanger, dus die durf ik niet te repareren. Oké, waar is die peuter? Oh, die heb jij nu vast. Wat ga je doen met die peuter? Op bed leggen? Nee, want die peuter... Oh, die moet wel slapen. Maar je hebt toch die peuter vast. Ga eerst maar even op het potje. Oh, nee, dat werkt niet. Nou slaapt die kind buiten in de sneeuw. Ik weet niet of dat zo verstandig is. Roosie zegt, het is oké hoor. Dit soort momenten hebben we allemaal. Oh, oh. Hoe gaat het met jou? Je plezier is niet helemaal top. Oh, kijk, de scouting begint over een uur, dus er gaan er een paar vandoor. Aals heeft haar schoolproject heel snel afgemaakt en heeft daardoor extra punten verdiend. Ik weet niet wat je heel snel noemt, want... Zij was de eerste met een project en dat was nog toen ze kind was, dus... Maar de kwaliteit is uitstekend. Hoe gaat het dan met haar cijfers? Oh, ik weet niet, dat schiet dan waarschijnlijk omhoog op het moment dat ze naar school gaat. Dat willen we wel even zien dan natuurlijk. Laat die vulkaan dan ook even... Hoppatee. Daar gaat het. Nee hoor. Is die weer. Jongens, dit is mijn mens-selfie. Dit is vadertje 1. Haar vader. En die komt altijd langs. Eerst met de viool en dan daarna op de deur kloppen. En iedereen negeert hem altijd. Maar ik ben even met die moeder door de wijk heen. Het is meteen een bende hier. Jij moet plassen. Ga maar plassen. Jij bent dat kind in bed aan het leggen. Dat is super lief. Dan mag je daarna stukjes een beetje opduiken. Wat zie je er trouwens belachelijk uit met die fietshelm. Interessante outfit. Er staat er een hier in de badkamer. Jij mag slapen. Ga maar slapen. Zo. Er ligt hier een huiswerkboek. Van wie is die nou weer? Zeker van jou. Ja. Hup, in je inventaris. Zo, weer nog meer stukjes een beetje opduiken. We hebben echt vet veel volgens mij. We zien 815 om 805. En nu nog meer. Oké, okay. Wat kan jij doen? Jouw plezier is ook laag. Ga even lekker oefenen. Zo. Nou, dan gaan er een paar naar de scouting. Jij slaapt. Hup, ook naar de scouting. Doei. Doei. Weg. Weg. Rust in de tent. Jij bent niks aan het doen. Ga maar meespelen. Spelen. Zelfs in de winter moeten die arme kinderen in korte broek naar de scouting. Dat is dan zo'n dingetje. Dan hebben ze dus... Nou. Ik wou zeggen, dat is dan zo'n dingetje. Dan hebben ze natuurlijk allerlei pakketten gemaakt. En dan komt daar een jaargetijden. En dan zijn al die pakketten van voorjaargetijden er niet op aangepast. Zoals bijvoorbeeld Stedelijk Leven. Met die Geekon. Waarbij al de computers buiten staan. En als het regent, dan is alles stuk. Maar scouting valt onder jaargetijden zelfs. Dus het is eigenlijk alleen maar erger. Doe je super efficiënte babyverzorging? Nee. Doe je super efficiënte babyverzorging? Zo, lukt het? Je ADHD-uurtje. En dan mag je een klikje pakken. Hey Romy, welkom. We zijn lekker de honden baby challenge aan. Oeh, we hebben een challenge. We hebben een uitdaging. Eerst in de chat. Het is de gewoonte dat de scouts om de beurt de wekelijkse scoutingactiviteit plannen. Deze week is Eritrea eindelijk aan de beurt. Heeft hij het perfecte plan om indruk te maken op de groep? Is het neem de tijd om te plannen? Of is het is gewoon voor de grap, improviseren maar? Bianca zegt, ja, daar hebben ze dan niet echt goed over nagedacht. Er hadden even twee outfitjes moeten zijn, ja. En Roos zegt, tijd om te plannen. De groep van Eritrea vindt het creatieve uitje dat hij heeft gepland geweldig. Dit is er eentje voor de recordboeken. Kijk eens aan. Dankjewel, Rosie. Gaat ze daar zitten? Helemaal prima. Oké. Okay. Doe ze rustig.
We hebben wel... Oeh, we hebben 1000. Oh nee, wacht. Kijk, we zijn nu nog een klein huis. Rosie, weet jij dat? Je rekeningen zijn lager met een klein... Wacht, dat kan ik ook opzoeken trouwens. Het is heel gek dat ik dat vraag. Even kijken. Kleine woning. Minder ruimte betekent minder stroomverbruik. Dus lagere rekeningen. En dan hebben we rang 3. Oh, dat staat er eigenlijk niet specifiek bij. Zijn de rekeningen net zo laag bij rang 2 als rang 3? Weet jij dat, Rosie? Dat weet ik eigenlijk niet. Dat als ik nu ga uitbreiden, dan komen we boven de 64 tegels. En dan komen we dus in rang 3 terecht. Maar, kijk hoor, wat verliezen we dan? We hebben dan meer dan fijne en verlichte druk. Dus we verliezen de mooie touch. Oeh, vaardigheden worden dubbel zo snel verbeterd, verliezen we dan. En de knusse comfort, relax, alles is dubbel zo comfortabel als normaal. En Rosie zegt, goeie vraag. Ik dacht dat er een verschil tussen zat, maar ik weet niet zeker. Maar ik vind ook die vaardigheden worden dubbel zo snel ja. Ik wil uiteindelijk een mooi kast van een huis hebben. Dus dat gaan we ooit verliezen. Maar ik wacht er nog even. Want het is nu zondag. Op maandag komen de rekeningen. Plus Aals staat op het moment van ouder worden. Dus ik wacht wel eventjes. Wacht wel even met uitbreiden. Hun twee gaan kijken. Haar plezier is lekker. Hij heeft honger. Oké, jij mag een klikje gaan eten. Zo. Hoe gaat het met moeders? Jouw plezier is laag. Ga jij dan een keertje meespelen? Oh, je kan alleen kijken. Kan je niet spelen? Ga maar even zitten. Oh, je kan alleen kaarten. Nou, ga dan maar kijken. Ook goed. Oh, de peuter is uitgehongerd. Waar is die peuter dan? Oh, die zit daar op die stoel. Die had ik helemaal niet gezien. Sorry, peuter. Hier, wil je vieze macaroni met kaas? Nee, we gaan je geen suikerkoekjes geven. Tuinsalade hebben we. Knoflookpasta. Fruitsalade hier. Neem maar een fruithapje. Zo. En Erike zegt, tiny houses zijn heel handig voor deze challenge. Ja, nu wel. Het voordeel is inderdaad dat de vaardigheden gaan sneller. De rekeningen zijn lager. Het nadeel is dat je beperkte ruimte hebt. Dus je kan beperkte dingen doen. Qua spullen en zo. We hebben niet eens een wasbak. We hebben geen bad. Nou, ze zijn thuis hoor. Denemarken heeft weer wat gejat. Wie is Denemarken? Even kijken. Dat ben jij. Wat heb je nou weer gejat? Oh, je hebt 2 keer dezelfde boeken. Nou, als je toch dubbel hebt. En deze ook dubbel hebt. Hoppatee. Kutching. Heb jij je huiswerk al gemaakt? Je kan wel extra werk doen. Heeft dat nut? Nou, je hebt 1/8. Dat heeft nut. Ga maar doen. Je bent ook moe. Hoe gaat het met jou? Jij moet douchen. Ga maar douchen. Hoe gaat het met jou? Jij moet plassen. Ga maar plassen. Annette zegt, kan je niet cheaten met de tegels? Dat je meer tegels hebt dan het spel denkt. Ja, dat kan 1 keer. Een halve tegel. Dus ik kan nog 1,5 tegel neerzetten. Zodat het spel denkt dat ik een tiny house heb. Maar zodra je 2 halve tegels neerzet, ziet het spel alsnog als een hele tegel. Moeder Aarde heeft een gevoel verdiend met... Wie ben jij? Canada. Verbonden door leuke herinneringen. Oh. Oh, nou moet jij ook onder de douche, maar die is nu bezet. En Emma Roos de Framboos. Wat een leuke naam. Dankjewel voor het volgen. Kijk, Burger Hamstede moet aan het werk. Volgens mij moest Aalst ook aan het werk als ik het goed zag. Ja. Wordt er wat geld verdiend? De eerste keer dat ze gaan werken, wordt er geld verdiend? Maar er is toch een manier waardoor het kon? Ja, dat is dus 1/2 tegel. Oh, dat is de verkeerde. Ja, nou ja, het is wel een goed idee eigenlijk. Even tussendoor opslaan. Kijk, ik heb dus nu 63 tegels. Als ik 1/2 tegel erbij pak, heb ik nog steeds 63 tegels. Maar als ik hier weer 1/2 tegel erbij pak, dan gaat hij naar 64. Dus je kan maar 1/2 tegel doen. Wil het spel erin trappen. Dat is het nadeel. Met daken ook cheaten.
Nou, ik ga morgen wel uitbreiden, maar ik wacht even de rekeningen van morgen af. En Aals is, staat op het punt van opgroeien. Als je het dak hoog of groot genoeg maakt en je huis en tegen je huis aanzet, kun je de ruimte eronder gebruiken. Oh, dat is inderdaad wel een cheat manier. God, kanon is die wc ook een stuk. Hier, ga jij dat even repareren, want daar ga je niet dood aan. En dan mag je hem daarna klikken. Ja, gebruiken. Oké, het is avond. Jij moet naar je werk. Ga naar je werk. Jij moet ook naar je werk. Wat is dit? Oh nee, er is er weer wat vernietigd. Dus we gaan voor het eerst nu geld verdienen met een baan. En Mr. Chippy heeft zin in een verkleedpartijtje. Oké. Gaan we draaien. Het is de spookjespril. Spookje, spookje, spookje. Waar is het spookje? Serieus, waar is het spookje? Waar is het spookje? Je kan het plafond van kamers gebruiken als kamer zonder er ruimte te plaatsen. Ah ja, nee, ik vind het wel leuk om het wel eerlijk te spelen. Morgen komen de rekeningen en zodra de rekeningen er zijn geweest en die kinderen op school zitten, want dan heb je niet zoveel Sims in je huis, dan gaan we wel uitbreiden. Oh, Emma schrok zich. Opeens keihard een deuntje van Netflix. Doom of zoiets. Ik heb geen Netflix, maar ik hoor hem wel eens bij van die advertenties voor series. Als het gaat werken, goed zo. Kom maar met die simoleons. Waarom ligt er speelgoed in de wc? Waarom ga je een dutje... Ga dan gewoon meteen slapen. Doe even nuttig. Jij zit in de badkamer te spelen. Dat is ook niet de bedoeling. Heb jij nog... Je hebt ook een herinnering. Dat is heel fijn. Huiswerk. Nee, dat heb je al klaar. Maar voor de rest gaat het prima met jou. Heb jij een schoolproject? Die niet? Ja, jij hebt een schoolproject. Dan mag jij lekker... Oeh, dat was niet de bedoeling om het weg te klikken. Zo. Zorgvuldig werken. Hoppatee. Zo'n padoem. Oh ja, padoem. Jij bent aan het douchen. Oh, daar zat diegene waarschijnlijk de hele tijd op te wachten. Dit ziet er heel gek uit, versneld. Die vogels zo. En jij hebt honger. Je mag een klikje pakken. Oeh. Oh, we hebben hier een nieuwe challenge. Burg Haamstede wil kleine Ellie naar bed brengen. Hij roept, geen antwoord. Opent haar deur? Oh nee. Rood, blauw en een vreemd soortige bruin op de muur. Op haar gezicht, in haar haar, druipend van haar vingers. Burg Haamstede smeekt haar te stoppen, maar ze gilt alleen maar nee. Burg Haamstede mag eigenlijk geen time-outs geven, maar hij zal toch iets moeten doen. Gaan we een time-out geven of gaan we haar bedaren? Wie is er als eerst? Time-out of bedaren? Annette zegt haar bedaren. En Burg Haamstede haalt diep adem en probeert met het duivelskind ook echt, te praten. Ellie laat de verf vallen, kijkt kwaad en begint met speelgoedknuffels en boeken te smijten. Als Burg Haamstede geluk heeft, kan hij haar op tijd kalmeren en in bed stoppen voordat haar ouders terugkomen. Hij heeft al besloten dat hij heeft al besloten dat zij de rommel op kunnen ruimen. IE! Dat is geen Nederlands. Hoe gaat het met jou? Helemaal uitstekend. Jouw huiswerk is ook al klaar. Heb jij ook? Dus niet jouw project. Dat is ook niet jouw project. Nou, ga dan maar bij deze assisteren. Dan ben je toch nog nuttig bezig voor je broer. Of zus. Wie zit daar? Canada. Is het Canada een jongetje? Ik weet het niet meer. Leuke die met Nederland. Ja, Canada een jongetje. Oh, wat een rust. Heerlijk. Ik zie wel dat hij geplast is. Ezinet zegt, oef, ik heb slecht nieuws, oh jee.
Je tickets zijn weg. Wacht. Dat kan niet. Jij hebt je naam helemaal niet veranderd. Een muziekje. Bling, bling. Bling, bling, bling. Ik zie dat je er 22 hebt. Wat is er gebeurd? Jij stond altijd in de top 10. Jij was altijd met Mieke en zo. Ja, Henk heeft jullie allebei inmiddels ingehaald. Maar jij en Mieke waren in het begin altijd eerste, tweede, eerste, tweede, eerste, tweede, eerste, tweede. Wat? Wacht, ik ga even naar mijn eigen stream. twitch.tv/kimpul/about. Moet ik even mute, anders worden echo. Staat daar nog de oude stand? Ja, maar je hebt ook echt niks uitgegeven. Ik snap het niet. Nou, ik gooi er wel gewoon 1000 bij, want dit is niet oké. Maar wat gek. Oh, je deed het zelf. Oh. Oh, ja, dan ga ik het wel weer ongedaan maken. Heb je alles vergokt? Oh my god. Nee, heb je serieus alles vergokt? Je stond zo hoog. Nou, dan gaat het er weer af. Oh, en ik dacht nog dat het een storing was van Streamlabs. Jeetje. Weet je, het is verslavend. Dan gaat het goed. En nog een keer goed. En dan kan je niet meer stoppen. Oh, wat stom. Annette zegt, sorry Denise, maar hierdoor sta ik eindelijk een keer in de top 3. Ja, ik heb het zeker alweer weggeklikt. Ik durf niet meer te gokken. Ik probeer er echt op te letten. Maar even kijken, op dit moment staat Henk bovenaan met 1281 tickets. Mieke tweede met 1172. En inderdaad Annette derde met 1118. En dan komt Brenda op 4, Bianca op 5, Lian op 6. Oh, 7 is een bot, die moet ik even uithalen. Mike op 8, Marlene op 9 en op 10 Kitty W18. Ik deed wel vaker gokken, maar nu ging het mis. Oh, maar jeetje, je stond zo hoog. En nu sta je echt ergens ding bij de laatste paar pagina's als het gaat om wie de meeste aantal heeft. Nou jongens, laat dit dus een les zijn voor iedereen. Nou ja, niet helemaal onderaan. Onderaan staan natuurlijk de mensen met 0 tickets. En 1 en 2. Maar ja, meteen een les voor iedereen. Dat gokken is leuk, maar er zit dus een risico aan. Oh. Zo heftig heb ik nog niet meegemaakt. Moeder slaapt. Even kijken. Dit zijn de enige twee die wakker zijn. Oké. En Star Sims, welkom. Ik net zeggen, het was wel leuk. Ja, dit is wel iets dat vergeten we nooit meer. Oh. Oh. Oké. Griekenland is... Oh, bijna. Bijna jarig. Het is ook een zin die je niet elke dag hoort, hè? Griekenland is bijna jarig. Ik blijf het een leuk concept vinden dat ik topografische namen heb. En Miss Divi is terug. Je hebt net sensatie gemist, Miss Divi. Kijk, lekker bezig. En voor jou is het natuurlijk ook nog eens goed voor je school. Je moet ook plassen. Nou, maak het snel af. Jullie zijn er met z'n twee. Oeh, kijk, niveau 8. Oeh, hij is af. De verantwoordelijkheid van Canada bevindt binnen het bereik om de eigenschap verantwoordelijk te verdienen. En hij is een kind. En hij mag nu al, als hij een 10 haalt, als tiener ook weer opgroeien. Terwijl, moet Burg zich schamen? Net niet. Canada heeft een ingehaald als het gaat om verantwoordelijkheidsdingen en zo. Ja, jij moet plassen. En eten. Dus dat klikken we even weg. En met jou gaat het prima. Wat zag ik nou? Oh, dat is een sneeuwvlok. Oké. Okay. Ik wil project even bekijken. Oh, dit kan geen trucje. Dit is gewoon alleen een kasteel. Wat ben je nu aan het doen? Oh, reageer op de sneeuw. Ja, zie. Je kan alleen maar ernaar kijken. Je kan ervoor direct... Hier gebeurt nog wat mee. Maar oké. Okay. Moeder is al bij de baby. We kunnen nog verder iets met jou doen. Nee. Kan je nog een ding ophalen? Nee. Eet smakelijk, Annette. We kunnen niks met jou doen. Ja, ik kan wel bij je project assisteren. Maar ik weet niet of je broer of zus daar een cijfer voor krijgt. Hier, ga maar stukjes en beetjes opduiken.
Je moeder staat hier ook heel gezellig bij. Wat ben je nu aan het doen? Aan het praten. Doe dan even super efficiënte babyverzorging. Dan kan je daarna douchen. Veel beter. Oké. Okay. Die baby woepetee. Moeder is er helemaal flirterig van. Trouwens. Nee. Ik dacht het even niet, hè. Ga maar slapen dan. Zo. Geen verf. Daarom moeten we meer gaan investeren in dit huis. Dat we computers hebben. Dat we televisies hebben. Dat we weet ik veel. Oeh, kijk. 240 simoleons. En nog eens 240 simoleons. Hoppatee. Dat wordt morgen even leuk. Nou ja, 1600 klinkt natuurlijk heel veel. Maar, ja. Dat is natuurlijk, vooral met muren gaat het hard. Het is zo op. Entertainment. Ga maar even lekker op een webserver of zo. Want je hebt plezier nodig. Maar doe dat wel hier. Niet in de badkamer. Oh jee, Abepootje 65 wil graag oranje tijgermuts op Fopsie kopen. Stem je in met de verkoop. Haal oranje tijgermuts dan op uit je inventaris en verzend het. Yes. Dat werd tijd. Kijk. Eindelijk. Hey Sharon, welkom. Eindelijk. Op Fopsie verzenden, doe dat eens. Ga eens daar niet zo stom staan staan. Actietaxi. Nee. Nee. Kom eens hierheen. Dan sta je helemaal niet vast in die badkamer. Op Fopsie verzenden. Nou ga je meewerken ook. Nee. Herstellen. Eindelijk. Na al die tijd is er iemand die het wil kopen. En dan doet hij het niet. Nou doet hij het niet. Hey Epica. Het wil niet lukken. Kom op, verzend het. Alsjeblieft. Moet het via de brievenbus? Nee. Ik heb dit ding echt al 2 of 3 keer terug opnieuw op Fopsie gezet om het te verkopen. Is hier een bug van of zo? En die klant gaat natuurlijk klagen als hij het na een tijdje niet heeft. Heeft ze daar geen laptop bij nodig? Zou ook nog kunnen. Ja, mooie bril weer. Gaan we morgen kijken. Ja, een laptop is wel duur. Nou ja, we gaan wel kijken in hoeverre we het huis kunnen uitbreiden. Ik vind het wel eigenlijk een goed idee om wel een computer te hebben. Want dan gaan die kinderen misschien wat vaker op de computer dan de hele tijd verf in de tuin smijten. Maar ja, het is niet het goedkoopste ding wat je kan kopen. Dus dat is dan wel weer jammer. En anders gaan we naar de bieb als het geld op is. Ja, doe maar wat. Jij. Waarom slaap je daar? Jij mag douchen. En naar bed. Want ik hoop dat jij morgen jouw 10 gaat halen. Schildert ze niet? Nee, nog niet. Ik heb wel dus breien. Ik heb zo'n breiding in de zak. Dus ik kan breien. En dit ding staat op Fopsie, maar... zo stom dit. Plezier. Ga zitten. En ga lekker. Ja, op het websurfen. Kijk, in niveau 10 schilder is easy money met het verkoopdoek. Je kan 8k per schilderij krijgen. Jeetje. Hoi GamingTube, welkom. Ik ben tot nu toe met haar gewoon elke keer die wijk doorgegaan om alles kaal te plukken wat we vonden. Ik kan trouwens ook weer even kikker fokken. We hadden... deze, hè. Kikkervolken met... wacht. Wat was het? Dit is een... surfende zonkikker. Maar we hadden er nog eentje die heel duur was. 100. Waar sta je? Hier, de luipaardkikker. Dus we gaan de surfende zonkikker... met de luipaardkikker. En dan krijgen we... oh, nog een surfende zonkikker. Hoppatee, 125 simoleons. Zo. Gaming Tube serieus. Tada! Star Sims, dat is al jaren bekend. Ik kan wel op een oud artikel. Ja.
Het is al jaren bekend dat er een Sims 5 aan zit te komen. Kijk, ik heb hier een artikel uit 2018. Maar GamingTube die vraagt, wil je je huisje laten zien? Dit is letterlijk alles. Er valt weinig meer te laten zien. Dus ja, hier moet je het echt mee doen op dit moment. Hier moet het mee doen. Jij bent weer aan het niksen. Ga dan gamen. Die muur van buiten, het is niks. Er zit geen muurpatroon op. Het is allemaal gipsplaten. Wat ben jij aan het doen? Jij moet ook slapen. Ga slapen. Wat ben jij aan het doen? Jij moet ook slapen. Ga maar in dit bed slapen. Die moeder die gaat wel een klietje eten. En dan hopen dat die baby hier haalt. Misschien kunnen we even super efficiënte babyverzorging doen. GamingTube, die site die ik net heb gedeeld voor dat artikel voor Star Sims... Daar kan je waarschijnlijk ook wel even op het forum klikken en dan vind je cheats. En anders is het ook te googlen. Google weet zoveel, jong. Google is top. Zo, stukjes en beetjes. Denemarken gaat door een fase. Nee. Ze voelt zich erg opstandig en neemt elke uitdaging aan om ouderlijk gezag te ondermijnen. Oh, het is ook meteen wakker. Nou, ze wil kletsen. Nee, ga maar plassen en douchen. Als ik zo naar je kijk. En een klikje eten. En wie ligt hier? Dat is Canada. Kom jij dan maar uit dat bed en ga dan maar in dit bed. Want als die baby haalt, dan word je tenminste niet wakker. Oh, kijk, die moeder denkt, oké, mijn bed is vrij. Ik duik erin voordat er weer een kind in ligt. Heerlijk. Oké. Okay. Yes, de slaapplek van België. Of van de mama. Ik lees twee opmerkingen tegelijkertijd. Ik lees die van Miss Divi en van Gaming tegelijkertijd. Dat ging niet helemaal goed. Oh, dat kind is ook nog eens duizelig. Prima. Piepklein huis. Door wonen in een piepklein huis. Piepklein huis groot voor... Nee. Heb jij nog een schoolproject? Nee. Ja, zorgvuldig werken. Huppatee, een schoolproject. Nou, het gaat lekker zo. Helemaal top. Cover me in sunshine. Dankjewel voor je raid met 7 mensen. Even een shout-out. Een gewone shout-out dit keer, want ik wil wel zien wat er tevoorschijn komt. Marbles van stream heb je voor het laatst gedaan. Heb je een leuke stream gehad? Zeker een leuke stream gehad. Oeh, kijk, daar komt ie. Oeh, is dat Spider-Man? Een Spider-Man clipje. Dus onder andere Spider-Man kan je vinden bij Jessica Sweetie. En ze hebben ook Marbles on Stream gedaan. Zeker een leuke stream gehad. Ja, die bril. Ik heb onder andere een beloning voor kleedpartijtje. En vandaag is de spookjesbril eruit gerold. Mist wel al één oog. Die is helaas een tijdje terug verloren gegaan. Ja, ik heb me nooit echt verdiept in dat soort spellen. Hey Sims Vips, welkom. Maar het ziet er wel heel tof uit. Nou, over verkleedpartijtje gesproken. Daar gaan we dan. Wat krijg ik erbij? Het wordt de sterretjesbril zilver. Zit lekker vol. Want alles zit erin. Ja, of weg natuurlijk. Ik had ook spookjesbril weer kunnen draaien. Sterretjesbril zilver. Omdat deze een beetje los zit, ga ik deze erbovenop zetten. En dan kunnen jullie mijn ogen nog zien. Want het is met die wat minder. Ik ben weer versierd. Dankjewel, Miss Divi. Ik dacht, ik zal het even demonstreren. Heel mooi. Nou, voor degenen die allemaal binnen zijn gekomen...
En Star Sims, dankjewel voor het volgen. Star/Sims 4. Maar voor degenen die dus net binnen zijn gekomen en mij nog niet kennen. Ik ben Kim. Ik speel onder andere de Sims 4. Dat is toch wel het meeste wat ik speel. En we zijn de 100 Baby Challenge aan het doen. Het is maandagochtend. Dus de hele meute gaat zometeen naar school. En ik hoop dat de oudste tiener is ook echt baby 1. Dat die uit huis mag. Dat die na school thuis komt met een 10. En dat ik voor het eerst een kind uit huis mag schoppen. Dus daar hoop ik een beetje op. Je kan uitgetikken stambomen in de chat gooien. Als je wil weten hoe de kinderen heten. Wie de vadertjes zijn. En wie de makers van de vadertjes zijn. En uitgetikken baby om de stand te zien. Maar we zitten dus nu op 7. Oké. Want je mag voor 300 tickets kan je een vadertjesbeloning kopen. Mag je een vadertje insturen op de galerij. En dan wordt dat... Ik speel dus niet met Townies vadertjes. Echt vadertjes van kijkers. Hallo. Wat denk jij dat je aan het doen, mijn vriend? Hup. Weggooien. Tjoe, jongen. Ja. En dan mag je een klikje pakken. Omri heeft zijn vaste plek weer ingenomen. Omri! Ja, het is dik overbelicht. Maar hij ziet vogeltjes in de tuin. Zo. Dus als je straks hoort, dan wordt er een vogel gespot. Oké, Aals moet over ongeveer een uur naar school. Ja, bijna iedereen moet over een uur naar school. Dat is helemaal top. Die peuter gaat weer lekker dik in de prut. Die is boos ook echt. Oh, en die peuter heeft honger. Nou, dan gaan we weer wat voor jou pakken. Laten we dit keer de knoflookgeval doen. Zo. Wacht eens even. Ja, vriend, het is wel de bedoeling dat je het opeet. Portie pakken. Zo. Ja, ik weet dat je stinkt. We hebben geen bad. Je moet gewoon opgroeien. Ja, jij mag douchen. Eten kan je altijd nog op school doen, maar je moet even douchen. Tot nu toe. Even afkloppen. Heb ik het aardig onder controle. Iedereen wakker. Jij moet plassen. Ga maar plassen. Nee, duikt er net een ander kind in. Oh, ze gaat nu met volle blaas naar school. Jij bent ook naar school. Oh! Oh nee, goed gedaan, Canada. Door schoolprojecten snel te... Heeft hij net op tijd klaar? Nee, hè? Nee. Oh, dat waren kinderen die wel klaar waren met schoolprojecten. Oh, Evika! Waarom komt hij nou niet binnen? Oh, dat is weer zo'n Prime die omgezet is naar een gewoon abonnement. Dat pakt hij bij mij niet. Oké, nou dan gaan we gewoon even een testje ding voor je afspelen. Dus, deze is eigenlijk voor Epica bedoeld, jongens. That's right, that's right. That's right. Epica, dankjewel voor je sipje. Welke kleur vlag wil je? Is die weer echt hard aan je vaardigheden werken, dan mag je opgroeien en douchen. Ja, dat klinkt echt heel gemeen, hè? Eerst slim worden, dan mag je douchen. En Gaming zegt, dan moet je een taart maken en kaarsjes erop doen. Ja, dat kan die moeder doen. Ze heeft nu alleen nog een peuter en een baby in huis, dus dat is goed. Oeh, GamingTube, dankjewel voor het volgen. Geel. Ja, nou, ik zei het eerder al. Geel is echt populair vandaag. Voor de stream had ik 0 gele en nu komt er weer een gele bij. Oh, jouw naam. Goed mikken, Kim, zodat het erop past. Het was eerst Epica Best, toch? Ja, ik kan bij de oude vlaggetje misschien nog kijken. Ik weet het niet meer. En toen dacht hij, weet je, ik maak het nog langer. Leuk. Maar het past nog. Epica de Skeleton Key met een 10. Dankjewel voor je subje. Gaan we weer verder. Is hier een bende. En een bende. En er ligt... Nee. Jij trekt voor één reden je jas aan. En dat is dingen vernietigen. Dat gaan we dus even niet doen, vriend. Jij moet dingen leren. Waaronder fantasie. Dus dat ga je lekker op de tablet doen. Hier, hoppatee. En ik heb het idee... Ja, ik zie je. Er ligt een bord daaronder. Zo, weg. Die mag in de koelkast. Zo. Huis is weer een beetje opgeruimd. Waarvoor zijn die hartjes met een D naast mijn chat? Welke hartjes? Moeder slaapt. Oh, die mogen we wel wakker maken. Kom er maar uit. Zo.
En dan mag jij je kind even op het potje leren gaan. Want als hij eenmaal niveau 2 heeft gehaald... Oh, dat is toch hetgene waar we het meeste werk aan gaan hebben. Dat niveau. Dat niveau moet echt omhoog. Peuter is helemaal blij. Energiek, zo. Oh, heeft hij hem in één keer voor 6 maanden? Ik dacht gewoon dat het een subje van Prime was naar gewoon een subje voor 1 maand voor 1 niveau. Maar is het meteen voor 6 maanden? Jeetje, Epica. Heel vet lief. Meteen voor 1.5 jaar. Nou, dan gaan we komen er binnenkort nog 5 vlaggetjes bij. Oh. Dankjewel, Epica. Ja, ik vergeet dat de hele tijd. Dat is een optie die natuurlijk nieuw is gekomen met Twitch. Thanks ook Acinet dat je dat nog even benadrukt. Ik had het niet door dat het meteen voor 1.5 jaar is. Oké. We hebben ondertussen wel een stelling gekregen van Aalst. Het vorige wiskundeproefwerk van Aalst was geen succes. Ze kreeg een matig cijfer wat haar gemiddelde niet ten goede komt. Moet ze om wat extra punten vragen of de volgende keer gewoon wat beter haar best doen voor een beter cijfer? Miss Divi is het snelst. Die zegt extra punten. Zo. Die Prime loopt tot 23 mei en dan gaat hij zeggen... Jeetje, Mina. Maar dat betekent gewoon dat je tot december geabonneerd bent, Epica. Wow. Epica is gewoon de sub van 2021. Ondertussen nog een stelling, want Eritrea heeft ook onze hulp nodig. Vandaag krijgt de klas van Eritrea bezoek van het schoolhoofd. Iedereen kan zich maar beter gedragen en de les niet verstoren. Helaas heeft de leerling die achter hem zit besloten om hem met iets te bekogelen. Moet hij het negeren of hem vragen om te stoppen? Ja, gaan we het negeren of gaan we het kind vragen om te stoppen? Sharon zegt negeren. Zo. En Forteventura heeft het potje vaardigheid geleerd. Lekker bezig. Hey, Voetbal Sims is er ook. Oeh. Ja, we gaan... Het is heel leuk. Gaan we niet in doen. Maar dat betekent dat de postbode er is. Nee? Oeh, rijdt even een auto voorbij. Die komt om 12 uur, toch? Midden van de dag. Wat voor eigenschap heb je eigenlijk? Kan je dit zelfstandig doen? Nee, je bent wild. Nee, dat lijkt me niet verstandig. Je kan misschien wel, want we kunnen hem natuurlijk niet in bad doen of zo. Maar we kunnen wel de lui verschonen. Misschien helpt dat een beetje voor de hygiëne. De Sims wil je Sims graag laten studeren. Ja, ik stuur die 100 baby's gewoon de wereld in. En dan moeten ze zelf maar weten wat ze gaan doen. Vrije wil. Helemaal prima toch, Voetbal Sims. Ik vind het ook wel eens leuk om gewoon lekker te lurken. Lekker kijken. Of ook als we bijvoorbeeld afwas of klusjes doen in huis. Dan heb ik ook altijd stream aan. Lekker lurken. Ondertussen gewoon gekletst uit je computer horen. Nou, moeders. Kom op. Even die... Wat? Oké, je wordt gebeld. Oh god. Een of ander kind heeft Denemarken bedreigd en haar lunchgeld afgepakt. Ze heeft zitten huilen in het kantoor. Zoek dat kind, anders doe ik het. Of ze moet voor zichzelf opkomen. Of geef maar een knuffel, het komt wel goed. Miss Diebe zegt, zoek dat kind. Wordt dit zo'n badass man? Verantwoordelijkheid neemt toe, emotionele beheersing neemt af. Ja, lekker voorbeeld is dit. Maar Moeder Aarde heeft een geweldige reputatie opgebouwd. Iedereen is dol op het bezoeken van sociale evenementen die door Moeder Aarde worden gehost. Dus dat is makkelijker om tijdens zo'n evenement gouden niveau beloningen te verdienen. Daarnaast zal ze telefoontjes ontvangen met spannende kansen. Oeh. Zoals het bezoeken van de liefdadigheidsfeesten en aanbiedingen om aan nieuwe carrière... Ja, maar we gaan geen carrière nemen. Dus ook geen promoties. Mocht moeder geïnteresseerd zijn in daten... Helpt een geweldige reputatie er ook bij. Helemaal top. Dit maakt het makkelijker. Acinet zegt, bij die dingen moet je eigenlijk altijd kiezen voor de verantwoordelijkheid omhoog als die optie er is. Want dan hebben ze als tiener nodig om te mogen opgroeien. Nou, ik vind eigenlijk dan zelf, als ik voor mezelf speel, kies ik vaak andere dingen. Omdat verantwoordelijkheid leren ze al automatisch als ze hun huiswerk maken en naar school gaan.
Ik heb Canada, die is een kind. En die heeft zijn huiswerk gemaakt, is altijd naar school gegaan. En die heeft zijn schoolproject gedaan. En natuurlijk, er is ook troep in huis. Dus ze hebben natuurlijk dingetjes al opgeruimd zo. Maar zijn verantwoordelijkheid is al in het groen. Als in, hij mag al, als hij tiener is en een tien heeft, meteen door. Maar oké. Okay. Romantische introducties leiden nu mogelijk naar de start van een relatie met meer romantiek. Kinderen ontvangen pas het volledige aanbod van voordelen gebaseerd op hun reputatie als ze tiener zijn. Ja, maar zij is al jongvolwassen. Maar hier ben ik heel blij mee. Dit gaat heel handig zijn. Moeder is goede vrienden geworden met de peuter. Helemaal top. Maar gaat ze nou die luier doen? Ja, oké. Okay. Gaat jouw hygiëne daar? Nee, het doet geen ene reet. Oké, okay, zorg voor de baby. Potje schoonmaken. Kijk die... Ik ga het niet nog een keer doen. Vorige keer werd geklipt. Wat wil je doen? Oh, wat is dat? De koelkast bekijken. Alles is vies, behalve zijn luier, ja. Ja, dat is het enige. Op een potje en een fantasiepotje, kan hij dat zelf? Nee. Nou, we gaan gewoon nog een keer. Dan kunnen we misschien vandaag opgroeien. Potje moet naar 3 en fantasie moet naar 3. Dan kunnen we opgroeien. Ja, de rekeningen zijn er. Hoezo? Je kon de brievenbus niet bereiken. Die staat vet makkelijk te vinden. Kijk, Forteventure heeft potje niveau 2. Dat kan je wel even zelf doen. Dan mag die moeder... Even gaan betalen. 246 euro, dat is prima. Oké, dan hebben we nog 1400 over. Gaan we bouwen. De rekening valt heel erg mee. En Epica zegt ze nu op de PC, je kan hem verlengen voor zoveel maanden. Ja, ik weet dat dat er is, maar dat is me nog nooit overkomen. Dus dat zit niet in mijn hoofd. Dat het een optie is, omdat het gewoon nooit gebeurd is. Ja. Zoiets. Oh. Het is geen klein huis meer. Wacht. Doen we het even zo. Dat we nog wel een voordeel hebben van klein huis voor eventjes. Dan gaan we even de boel wisselen, denk ik. Dus... Oh ja, ik wilde dat hele geval meenemen. Zo. En oh nee, ik wil één bed daar houden, want nou slaapt de peuter voortaan daar. En de baby ook. Want dit is nu de kleinere ruimte. Peuter, baby en moeder bij elkaar. Alle jankerts. Potje mag ook al daarheen. En dan nog een stapelbed erbij. Zo. En toen was het geld alweer bijna op. oh ja. Wacht. Dan doen we het zo. Waar is de pet? Hier. Nee, andere kant. Die. Zo. Het begint echt de slaapzaal te worden. Eet smakelijk, Acinet. Die stoel zetten we dan ook hier. Ja, zoveel ruimte is natuurlijk heel chill. Maar... Het betekent wel dat mijn geld haast op is. Dus als ik bijvoorbeeld een bureau zou willen neerzetten. Laten we dan met zo'n heel leuk, schattig klein bureautje beginnen. Uiteraard wel paars erin. We houden echt niks meer over. Oké, okay, we gaan even jouw... Oh, ik wil dat hele ding verplaatsen. Kunnen we plaatsen het per stuk ook goed. Zo, geld... Een stoel. Ik wil een stoel. Laten we een simpel klapstoeltje. Nee, ik wil... Ja. Hoe duur ben jij? 30. Hoe duur is die? 50.
verschilt ook niet zoveel. Zo. Ja, ik wil natuurlijk die computer, maar dat zit er nu niet in, hè? Want de goedkoopste laptop is 1000. Nee, dat zit er gewoon echt niet in. En de computer is 800. Jammer, jammer, jammer. Maar ik wil wel iets ergens nog investeren. Dus we gaan de boel nog een tikkeltje kleiner maken. We hebben weer 120 erbij. Ja, verder sparen voor de computer. Maar, ja, tv in die ruimte is sowieso ook niet handig. Hè? Hebben we iets bij activiteit en vaardigheden wat leuk is? Ja, schilderen zit er dus niet in, want dat is 350. Spelletjes. We hebben buiten al een spelletje staan natuurlijk. Sport is niet echt dat je denkt, ja leuk. Ja, ze willen dan voor die schilders. Ja, het zou kunnen. Kijk, nou redden we het net. Ja, misschien een speelgoedkist. Ja, te laat. Oh, rip je ticket. Zijn ze nu allemaal op? Je dacht, nu gaan we gewoon all the way. Oké, nou, we hebben een schildersezel. Dus het kan nu ook geschilderd worden voor geld. En we hebben nog 17 simoleons over. Dus op dit moment kan er niet worden geschilderd voor geld. Want we hebben daar geen geld voor. Maar er zijn in ieder geval genoeg bedden op dit moment. Want die peuter gaat elk moment opgroeien. En dan zijn er niet meer genoeg bedden. Maar dat maakt niet uit. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat ze allemaal tegelijkertijd moeten slapen. Dus op zich gaat het toch oké. Oké. Even dit huis opslaan. Zo. Ja, schildersezel kun je natuurlijk wel geld mee verdienen. Dus dat is hopelijk wel een voordeeltje op de lange termijn. Jij bent daar. Plezier boeit me nu even niet. Jij mag namelijk op het potje. Zo. Tjoe. Ga maar zitten. Ja, dan kan ik daarna wel inderdaad met de inkomsten van schilderen een computer kopen. Misschien kunnen we ook weer even een kikker fokken. Zo'n surfende zonkikker met een luipaardkikker. Oh, dan krijg ik nu wat anders. Serieus? Oh, dat is gek. Oké. Okay. Nu hebben we in ieder geval wel geld om te kunnen schilderen. We gaan even volle kracht op die peuter opgroeien. Oh, kak. Ik heb helemaal niet meer aan jou gedacht. Hard studeren. Allemaal. Even hard. 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 Aan de bak. Ik wil verjaardagen vieren vandaag. Kanea jips. Ja, maak hem maar schoon. Hoe gaat het met jouw vaardigheid? Oh, ja, die blaas is natuurlijk helemaal niet meer leeg. Of vol. Dus er gebeurt weinig. Ga dan maar even op de tablet. Dit keer. En als je blaas weer vol is, dan wat moest je doen? Fantasie, hè? Met een lama tekenen. Kom op, kinders. Jullie kunnen het, ja. Waarom gooi je het daar neer? Oh, die prullenbak is vol. Stukjes en beetjes opduiken. Het begin voor de computer is in ieder geval wel al. Dus dat is fijn. Ja, dan kan dat erin. Oh, oelala, ze is flutterig. Stukjes en beetjes opduiken. En je hebt honger. Nou, laten we heel even wachten met het eten. Want misschien is er een kindjarige en dan komt er taart. Begin maar met schilderen dan. Een flutterig schilderij. Top. Helemaal top. Ik vind het wel weer leuk dat het huis dus gegroeid is. Dus we hebben wel progressie gemaakt vandaag. Of er nou wel of geen kind jarig gaat zijn. Maar ik wil gewoon een verjaardag vieren. Kom op. Kijk, ik heb niveau 2. Wie ben jij? Nee. Ik moet even de boel in de gaten houden. Misschien komt een van die vaders ook nog langs. Burg Haamstede heeft een schoolproject mee naar huis genomen.
Canada ook, Aalst ook, Eritrea ook, Denemarken heeft weer wat gejat. oh, geen 10. Ook geen 10. Ook geen 10. Ook geen 10. Ook geen 10. Heeft een 8. Heeft een 8. Heeft een 8. Heeft een 8. Heeft een... Oh, nu is een 6, maar die is ook jonger natuurlijk. En dat is een peuter. Verdorie. Oké. Okay. Oh, ze is ook heel verdrietig, want gekwetste gevoelens. Oei. Oei. Ja, pak maar een klikje. En... Jij mag ook een klikje pakken. En jij mag gaan douchen. Zo, jij stinkt. En jij mag ook een klikje gaan pakken. Dat is dan opeens op een andere plek. En jij mag ook douchen, maar die is nu bezet. Dus dan mag je wel even beginnen met je huiswerk. Zo. Er komen een hoop schoolprojecten bij trouwens. Zo. Hier heeft hij er 2 van, dus we kunnen er eentje mee verkopen. Hup, weer geld. We gaan wel lekker zo. Ja, morgen. In de Sims morgen, dan moet het echt zeker lukken. Ho, ho, ja. Ik heb een ding in mijn hand. Uitgebalanceerde maaltijd. Iemand zei dat modder eten niet erg was. Maar iemand anders zei juist dat je er dood van kan gaan. Is het erg om modder te eten? Modder eten is echt heel ongezond. Of als je dat doet, word je misschien gepest. Of doe maar modder eten is leuk. Nou, eerst in de chat. Wie heeft er een idee? Welke optie... De hele kavel staat straks vol met projecten. Ja, ik wil uiteindelijk wel van elk project 1 soort ergens leuk in huis gaan neerzetten. Want het is wel de bedoeling dat als we klaar zijn met de 100 baby challenge, dat er wel een heel mooi groot huis staat. En dan lijkt het me dus leuk om wel... ja. Even kijken, voetbalsim zegt leuk. Die. Empathie neemt toe. Manieren nemen af. Daar dan. Nee. Wereld plaatsen. Nee, dat wil ik doen. Zo. Dus de rest kunt... Want dit zou je op zich... Oh, weer eentje. School is stom. School is stom. Ik moet gewoon werken of het leven ervaren. Is het goed als ik nooit meer naar school hoef? Je leert belangrijke dingen op school. De samenleving heeft slimme sims nodig. Of wordt niet volwassen totdat je weet wat je moet doen. Hij vond het vast heerlijk. Ja, oh kijk, wie zegt projecten kan je ook verkopen. Ja, dan wil ik dus van elk eentje en dan ook de uitstekende kwaliteit en de rest gaan we lekker verkopen voor simoleons. Dus we hebben nu al zo'n lava ding en we hebben een leuk kasteeltje. Miss Divi zegt belangrijk, dat is de bovenste optie. Verantwoordelijkheid neemt toe en de emotionele beheersing neemt af. Oei oei oei. Jij hebt... Nee, want jij gaat zeker advies vragen. Ja, ik ben een beetje klaar met die kaarten. Jij mag een spelletje gaan spelen. Ga maar oefenen. En jij hebt honger, dus jij mag een klikje gaan pakken. Had ik dat niet al gevraagd aan je? Door voedsel wegdoen en een klikje pakken. Die zit met het speelgoed te spelen. Zo leuk dat als je dan op het kind klikt dat je opeens al die dingetjes kan zien. Jij, waar ben jij? Oh, dat was jij. Ga maar plassen. En ook een klikje pakken. Zo. En jij was huiswerk aan het doen. Dus als je klaar bent mag je douchen. Jij komt net onder de douche vandaan. En jij mag nu ook je huiswerk gaan. Waarom heb je ook weer... God, die kinderen. Al die dingen in hun inventaris. Hoe gaat het met je flirterige schilderij?
Ah, oh, het is de spaghetti soen scène. Het ziet er alleen al uit alsof er een kleuter is gemaakt, maar oké. Okay. Ik weet niet wat je wil doen. Nee, je gaat niet spelen. Je gaat jouw peuter nog een keer op het potje zetten. Oeh, er zit hier eentje boos te zijn. Zo. Op het potje. Oh ja, ik ben het hele wat was het? Vlooimarkt ben ik allemaal vergeten, maar het maakt niet uit. Vlooimarkt is... Ja, je kan natuurlijk dingetjes in de aanbieding vinden, maar... Nee! Nee! Opvoeden. Bestraffen. Streng. Teleur... Nee. Vertellen schoolproject niet te knielen. Ja, hallo. Je moet het wel doen. Hè? Nee! Oh, god. Hij komt er nog mee weg, ook. Stom kind. Oh, oh, oh. Hij heeft ook het bedorven voedsel niet opgeruimd. Wat enig. Wat een enig kind dit. Zijn de klikjes op? Nee, klikjes zijn niet op. Ja, ga maar slapen inderdaad, want je bent moe. Hup, slapen. Jij wordt gebeld, zeker door je vader. Volgens mij is dat je vader, ik weet het niet meer. Ik weet het nu al niet meer. Ja, Sabrina, die moeder dacht echt, ik ga hier zitten, nu ben ik klaar. En de Star, inderdaad, net alsof ze met vingerverf het heeft gedaan. Wie ben jij? Eritrea. Plezier. Ga lekker hier meedoen. Zo. Die putter hier. Kan je nog een keer potje? Gaat het met je? Niet heel hoog. Fantasie dan weer. Hup, de lama tekenen. Oh jee, dat ben ik helemaal vergeten. Je kunt niet meer stemmen. Sappige buurt heeft de meeste stemmen van een gemeenschap op te vangen. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, sappige buurt. Dus dat wordt nog wat. Gewoon allemaal dronken sims voorbij zien komen. Leg dat dan... Ach, de prullenbak is weer vol. Oké, stukjes en beetjes. De dagelijkse limiet levensstijl bereikt. Levensstijlen hebben een beperkte hoeveelheid voortgang die elke dag verdiend kan worden. Wat is aanstaand doen? Oh, spel. Maar ze is waarschijnlijk buiten. Waar stond dat ook alweer, die levensstijlen? Was dat hier ergens? Nee. Hier. Gedrag honkvast. Dus ze geeft de voorkeur aan relaxen en loungen. Ik ben het helemaal met je eens, Aanst. Maar ze zit natuurlijk buiten huis nu. Dus waarschijnlijk is die... Ja, je hebt dus al deze dingetjes en die gaan meer invloed hebben op hoe je sim gaat zijn. En ze is nu de hele tijd buiten omdat ze dat spelletje aan het spelen is. Maar er zit een bepaald limiet aan. Het is niet zo dat je dan 24 uur buiten kan zijn en pling, je hebt hem. Het is gewoon een bepaald maximum wat je dan kan verdienen per dag. Dus als ze vaker meerdere dagen achter elkaar buiten gaat zijn, dan kunnen we die dus vrij spelen. En dat kan weer positieve dingen of negatieve dingen hebben met wat je voor je sim van plan bent. Waarom sta je er ook echt in? Oh, onderdelen verzamelen. Doe dat maar. En nu weggooien. Oh, kijk. We hebben nog een keuken. Voor en een robot. Die robotdingen kunnen we wel verkopen. Want ik ben voorlopig niet van plan om een robot te maken. Oh, dat levert ook niet heel veel op trouwens. Nee, we hebben nog steeds geen computer. Zullen we dat dan heel even doen? Even zoeken naar iemand met een computer. Misschien, als ze slim zijn, gaan we even naar Sulani. Zou hier een computer zijn? Daar woont onze vrolijke vriend van Meepucky. Dat wordt de volgende vadertje van baby nummer 8. Ik weet niet of hij een computer heeft, jongens. Kijk dan, wat een plaatje.
Ja, ik vrees dat dit huis geen computer heeft. Laten we even op de deur kloppen. Nee, geen computer. Jammer. Maar we kunnen wel... Waar is mijn romantische kennismaking heen? Wacht, we gaan even opfrissen. Daar word je flirterig van. Oh, ze stinkt. Nee! Nee, dit is niet hoe je wilt daten. Kijk, er komt de groene walm van eraf. Kan ik haar in een wat wel? Rozenblaadjesbad. Ik weet niet of je boos gaat worden. Oh, dat kost ons wel geld. Dat was niet, dit is ongepast. Stop ermee. En is ook beschaamd, omdat ze dan naakt heeft gezien waarschijnlijk. Ja, we kunnen nog steeds geen... We doen wel aardige kennismaking dan. Dit is niet hoe ik het wilde beginnen in het rood. Naar carrière vragen. En we gaan wel... Flirten. Pulscheme werken. Pulscheme unicorn kip. Wie loopt daar? Weer die Sam Hoekstra. Die zien we de hele tijd overal voorbij lopen. Jij bent een townie. Jij mag niet, toch? Hij is toch een townie? Hij staat nog niet op de stamboom. Sam. Nee, is townie. Mag niet. Jammer. Nou, oké. Okay. We hebben jou alvast kennis gemaakt. Dus we kunnen je elke dag even een beetje bellen. En dan als het kind uit huis is, dan komen we weer. Maar dan gaan we nu... Kan je de PC niet pikken? Hij heeft geen PC. hier is geen PC. Dan gaan we wel even naar Willow Creek. Want hebben we hier een bibliotheek? Zo. En mijn sim heeft ook niet de kleptomaan-eigenschap. Dan zouden we Denemarken moeten meenemen. Maar Denemarken is een kind. Oké. Okay. Is dat hier een optie? Dat fopsie gebeuren? Als ik het nou andersom doe. Nee! Oh nee, de verkoper heeft zich teruggetrokken. Dit is niet grappig. Nou, zet het er maar weer opnieuw op, hè. En ga maar naar huis. Gewoon jatten wat je nodig hebt. En dan zouden we het hele lief aan moeten zetten, maar dat durf ik niet. Want dan komen ze ook bij mij dingen jatten. Vooral omdat er ook dingen buiten staan. Oké. Okay. Nou, ik vind het voor qua Sims wel eventjes mooi geweest. Maar laten de chaos dat het huis nu is voor een volgende keer achter. Dus ik ga even opslaan. Zo. Zaterdag heb ik een internationale date op Twitch. En ik word weer gebeld. Nou, ik ga toch zo stoppen, dus dan ga ik terugbellen. Maar bedankt voor het kijken. In ieder geval, join mijn Discord. Miss Diebe zegt, oeh, met wie? Ja, dat weet ik wel, maar dat zeg ik niet. Dat weten jullie nog niet. Het was zeker gezellig. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Tot een volgende keer. Doei.